Goedemiddag, dit is het NOS-journaal in makkelijke taal en ik ben Mark Visser. In dit journaal gaat het over het scheiden van afval. We vertellen dat reizen met het openbaar vervoer veel tijd kost. En we laten zien dat een project voor vluchtelingen een succes is. Het gaat vaak mis met de PMD-afvalbakken. Mensen gooien er dingen in die er niet in mogen. Daardoor kan het afval niet goed worden verwerkt. In de PMD-bak mag het volgende afval: plastic verpakkingen, zoals lege plastic flessen. Metaal, zoals foliepapier en lege blikjes. En drinkpakken van karton, zoals lege yoghurt of melkpakken. Een volle PMD-bak is meestal licht, want er zitten alleen lege spullen in. Maar vuilnismannen merken dat veel bakken zwaar zijn. Dat betekent dat er dingen in zitten die er niet in mogen. Bijvoorbeeld te veel etensresten, vieze luiers of volle yoghurtpakken. Een afvalbedrijf wil dit probleem aanpakken door de PMD-bakken voortaan te wegen. Hier zie je hoe dat gaat. Een vuilniswagen pakt een PMD-bak op. In de vrachtwagen ziet de chauffeur het gewicht. Het is te zwaar. Als de bak erg zwaar is, zet hij hem terug. De chauffeur kijkt in de bak of er iets in zit wat er niet in hoort. Nou, die schoenen, dat hoort er absoluut niet in. Sinaasappelschillen horen er niet in. Het is vooral een bak met etenswaren. En dat is toch algemeen wel de ervaring dat er heel vaak in zit. Er zit ook van alles nog in. Gebeurt het vaak dat een bak te zwaar is? Toch wel regelmatig. Voor afvalbedrijven is dit een groot probleem. Als er te veel verkeerd afval in de PMD-bak zit, is recyclen lastig. Het afval is dan niet meer te gebruiken. Deze afvaldeskundige zegt dat al dat verkeerde afval een groot probleem is. Omdat je daardoor moeilijker nieuwe producten van het afval kunt maken. Dat is uiteindelijk ons doel, zeker. Daarom spoort het afvalbedrijf nu dus vieze PMD-bakken op door ze te wegen. Een afvalcontainer met verkeerd afval krijgt een kaartje aan de klep en wordt niet meegenomen. De eigenaar moet het afval dan opnieuw sorteren. Daarna wordt de bak alsnog opgehaald. Het afvalbedrijf vindt het nu al een succes. Op plekken waar de bakken worden gewogen is het afval al een stuk schoner. Mensen die met openbaar vervoer reizen zijn steeds langer onderweg. Het kost ze meer tijd om naar school, het werk of naar een ziekenhuis te gaan. Uit onderzoek blijkt dat reizen met de trein, bus, tram en metro vaak langer duurt. Dit is vooral zo in de avond en in het weekend. Mensen die in een dorp of aan de rand van een stad wonen, hebben hier het meeste last van. Daar stoppen minder treinen en verdwijnen vaker bushaltes. Deze vrouw vindt dat reizen met het openbaar vervoer vaak lang duurt. Ja, vertraging of dat die niet gaat. Of dat meestal om de trein te halen moet je ook de tram hebben. Dus dan ben je van meerdere openbaar vervoersmiddelen afhankelijk. Dus ja, ik heb het liever in eigen hand. Dus maar de auto. Dus maar de auto, ja. Veel Nederlanders reizen met het openbaar vervoer omdat ze geen auto hebben. Zij kunnen geen auto kopen omdat het bijvoorbeeld te duur is of omdat ze geen rijbewijs hebben. Deze mensen moeten vaak langer reizen dan mensen die wel een auto hebben. Deze man heeft gewerkt aan het onderzoek. Hij legt uit welke mensen vaak lang moeten reizen omdat ze geen auto hebben. Het zijn met name mensen met lage inkomens, maar ook jongeren, ouderen. Wat je ziet is dat als je van de bus afhankelijk bent, dat het steeds moeilijker is om op school te komen, bij het ziekenhuis of op je werk. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat iedereen bij zijn werk, op school en bij een ziekenhuis kan komen. Daarom vinden de onderzoekers dat de regering voor goed openbaar vervoer moet zorgen voor alle mensen. Hoe verbeter je het contact tussen Nederlanders en vluchtelingen? Daar is iets op bedacht in de gemeente Zutphen. En het gaat zo goed dat ook andere gemeenten dit plan hebben overgenomen.
De gemeente Zutphen ligt hier. Hier komen inwoners van Zutphen en vluchtelingen samen. Iedere vluchteling krijgt een maatje. Dat is iemand die ze regelmatig ontmoeten. Ze doen van alles samen, bijvoorbeeld boodschappen of ze maken uitstapjes. Zo leren nieuwkomers over Nederland en de omgeving waar ze worden opgevangen. Hier in Zutphen komen de vluchtelingen en hun maatjes nu bij elkaar om samen te eten. De deelnemers aan het maatjesproject zijn blij dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Dit is Sarah. Zij woont in Zutphen. Sarah is het maatje van Jaja. Hij is gevlucht uit een land waar oorlog is. Zij geeft altijd aandacht. Zij heeft ook wel een familie met 2 kinderen en haar man ook. Maar steeds, zij kan ook aandacht geven, vraagt zij, wat hebben we nodig? Door te laten zien, zo doen we dingen in Nederland. En je bent welkom en ik wijs je wel een beetje de weg. En hij staat heel open in het leven. En dat, ik krijg een beetje een doorkijkje in hoe hij naar de wereld kijkt en hoe hij hier langzaam thuis komt en dit zijn land wordt. Door het Maatjesproject leren inwoners en nieuwkomers elkaar beter kennen. En dat zorgt ervoor dat mensen elkaar beter begrijpen. Dat zegt deze vrouw die ervoor zorgt dat de mensen elkaar ontmoeten. Zodra je iemand ontmoet en je gaat samen een kop koffie drinken of samen hardlopen of gewoon dat doen waar je zelf zin in hebt, dan ontstaat er een andere vorm van contact en dan ontstaat er vriendschap in de mooiste gevallen en dan zie je dat iemand anders gewoon een mens is. Het Maatjesproject in Zutphen is een succes. Er zijn nu 20 gemeenten in Nederland waar inwoners samen dingen doen met asielzoekers. Dan het weer. Vanavond zijn er veel buien. Het gaat harder waaien en het is 11 tot 13 graden. Morgen voelt het echt als herfst. Het waait hard en het regent vaak. Er is weinig zon en het wordt 14 tot 16 graden. In het journaal ging het over het scheiden van afval. Dat gaat vaak niet goed. We vertelden dat reizen met het openbaar vervoer meer tijd kost dan met de auto. En we lieten zien dat asielzoekers leuke dingen doen met inwoners van Zutphen. Dit was het voor nu. Morgen is er weer een NOS-journaal in makkelijke taal. Tot dan!